De heer Van Haga, Forum voor Democratie. Ja, dank u wel. Ja, ik heb nog een vraag over de Britse variant en diens R-waarde, besmettelijkheid en virulentie. In de Oxford-publicatie van Walker van 13 januari wordt beschreven dat de Britse variant in het gebied rond Londen van 15% naar 81% toeneemt tot december 2020. En hoe verklaart u dan dat de Londense ziekenhuisdirecteur Marcel Levy op 11 januari 2021 tegenover de Telegraaf verklaart dat er veel meer mensen met de oude variant in de ziekenhuizen zijn opgenomen en dat daar ook de grootste toename in zat? En is dan de enige conclusie die dan mogelijk is dat die Britse variant dan minder virulent moet zijn en dat we eigenlijk die angstscenario's een beetje overboord kunnen gooien? Dank u wel, de heer Van Dissel. Een paar opmerkingen. Kijk, ik kan niet in de geest van Marcel Levy kijken. Dus ik moet zijn opmerkingen, die zult u echt bij hem moeten, voor verklaringen moeten zorgen. Wat wij uit Engeland en van Public Health Engeland, dat zijn onze counterparts, die natuurlijk ook alles weten van de NIH en van het ziekenhuiswezen daar. En hetzelfde geldt uit Ierland en uit Portugal nu horen, is dat die aantallen gewoon toenemen en die totale druk die neemt toe door het opkomen van die Britse variant. Dus ik denk dat, kijkende naar de ziekenhuizen, als die al niet daarmee gevuld werden, worden die zeker in de fase daarna gevuld met dezelfde vertraging als ik net heb uitgelegd, dat die daar natuurlijk noodzakelijkerwijs tussen zit. Kijk, de vraag met betrekking tot virulentie is natuurlijk een hele belangrijke. Nou, u meent te kunnen concluderen dat het misschien minder is. Ik denk dat je daar minder optimistisch over kan zijn. Maar wat in Engeland gedaan is, is in de setting van een soort case control onderzoek. Dat wil zeggen, men zoekt een hele groep met de Britse variant eruit en men zoekt een controlegroep eruit. En gaat dan vergelijken, zijn de klachten bijvoorbeeld anders? Gaan er meer mensen naar het ziekenhuis en dergelijke? Nou, dat onderzoek dat toonde volgens nog dat daar geen verschillen in waren. Als wij naar onze eigen resultaten in Lansingerland kijken, dan heeft u kunnen lezen. Het rapport is overigens gisteren door de GGD besproken en beschikbaar gesteld. En dan zien wij dat kinderen met de Britse variant milde klachten tonen, zeker ten ook opzichte van ouderen. Maar als je de klachten individueel bekijkt, dan is althans uit het Lansingerland onderzoek de indruk dat die wel wat heftiger zijn dan de klachten door de klassieke variant. Dus, maar dat zijn beperkte getallen, wil ik benadrukken. He, dus daar komt een beeld wat misschien erop wijst dat kinderen net ietsje meer klachten van die Britse variant krijgen dan de klassieke variant. Nog steeds mild voor de duidelijkheid. Nog steeds geen aanleiding tot ziekenhuisopnames. En in Engeland vindt men überhaupt geen verschil.